Korps Suriname Verkeersvrijwilliger, KSV, heeft vanmorgen een bewustwordingscampagne gelanceerd. De kick-off van de snelheidscampagne is gehouden in het kader van de 6e Verenigde Naties Road Safety Week. Het thema is Streets for Love, hashtag Love30. Deze houdt in dat er langs de wegen posters en borden staan waarop de maximale toegestane snelheid van 30 km per uur is aangegeven. Volgens de voorzitter van het KSV, Helmut Geesius, is er voor het thema gekozen omdat het een wereldwijde oproep is naar alle landen om hun straten leefbaar te maken. Volgens Rakesh Gaidar-Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, weet de samenleving het al dat er consequenties zijn verbonden aan het te snel rijden in het verkeer. Door de hoge snelheden aan banden te leggen, ja? Door het hard rijden te beperken. Als we een straat zien, wat zien we? Is het een langgerekte, geasfalteerde plek om te rijden? Is het een strook, een brede strook om van A naar B te gaan? Of zijn straten ook ruimtes van sociale interacties? Want het zijn niet bussen of auto's die de straat op willen. Daarom dat het heel belangrijk is om de snelheid te beperken. Waarom? Het zijn de hoge snelheden die bepalen hoeveel ongeluk u krijgt en wat voor soort ongeluk u krijgt. Dus daarom, let u op uw snelheid. En wij van Road Safety, die gaan altijd ons best doen om ervoor te zorgen dat de omstandigheden gecreëerd worden. Het zij dat er wettelijk een hulp nodig is om mensen te verplichten om aan die veiligheidsregels te houden. Geesius zegt verder dat het leven op straat net zo veilig moet zijn als het leven thuis, op school, het werk, als ook tijdens het sporten. Kinderen, voetgangers, mensen met een beperking maken ook gebruik van de straat of de bermen. Ze willen ook weer levend thuis komen. Hoe bestaat het dan dat we bang zijn geworden om te fietsen? Ouders sturen liever een zoon of dochter met de auto. Maar ze vertellen er niet bij dat die zoon of dochter rekening moet houden met voetgangers. Mensen die lopen over straat. Een lage snelheid redt levens. Dat zegt de VN. Leefbare straten, dames en heren, zijn dringend nodig. Voor onze kinderen en jongeren. En ze zijn essentieel voor hun welzijn. Ja? Want als u gaat door een buurt, zeker waar er kinderen zijn, kunt u er donder op zeggen dus dat u kinderen tegen zult komen op straat. Elke dag worden wereldwijd 3000 jongeren en kinderen gedood in het verkeer. Helmut Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, KSV. De Global Road Safety Week wordt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en Justitie en Politie gehouden. De week eindigt op zondag 23 mei.